trainer. En de trainers met handtekeningen. Mogen jullie allemaal meenemen? Ik laat het hier liggen. Ja, we staan hier met Wessel, de keeper van Rozenburg E5. En dan sta je dan in de Kuip. Is dit waar je altijd een beetje van hebt gedroomd om hier een keer te mogen staan? Ja. Ja? Want je bent voor Feyenoord. Ja. Dus je favoriete trainer is Ronald Koeman? Ja. Hoe is dit seizoen gegaan bij jullie? Slecht. Want? We waren niet zo goede spelers in mijn team. Nou ja, dat is toch... En ze komen ze allemaal hetzelfde, dus ze moeten allemaal beter worden dus. Ja. Dus Koeman heeft een hoop werk te verrichten straks. Ja. Ja. Oh, Wessel, hoe gaat het? Goed. Krijg je nu keeperstraining? Ja. Zo man, succes. Alle kant, Wessel. Ja. Oh, dat is een... die kant is makkelijk, hè? Ja. Ja, ik zie. Meneer Koeman, u heeft net de jongens getraind van Rozenburg E5. Wat vond u van het team? Ja, goed. Leuk. Ja? Ja? Natuurlijk zijn de omstandigheden dan heel leuk. Natuurlijk in de Kuip, op het veld. Kuip leeg is al leuk om te zijn. Laat staan als we een keer mogen spelen waar heel veel publiek bij is. Maar nee, ja, heel leuk. Enthousiast. De kinderen. En ik moet zeggen, het niveau viel me niet tegen. Dus ja, ik denk dat de kinderen genoten hebben en... Vanwege het enthousiasme van de kinderen hebben wij het ook super leuk gevonden. Hey, rechterhand op de rechterknie. Rechterhand op de rechterknie. Even een mooie foto.